Was COP27 in Sharm el-Sheikh nog wel echt een klimaatconferentie? Als uiteindelijk heel veel aandacht gaat naar een klimaathulpfonds voor armere landen, komen we terecht in een discussie over ontwikkelingshulp. We hebben al zeer lang een doelstelling om als rijke landen 0,7% van het bbp te besteden aan ontwikkelingshulp. Dat wordt amper uitgevoerd in de praktijk. En het zou best kunnen dat een paar landen gewoonweg in de toekomst, wat ontwikkelingshulp was, vandaag een klimaatlabel geven en dit kunnen, laten we zeggen, recycleren als steun voor het klimaatnoodfonds. Daarmee kopen we echt niet veel CO2-reductie. En uiteindelijk, de klimaatbedreiging vraagt vooral een meer kordaat beleid, dat echt een trendbreuk in de uitstoot kan realiseren. En daarover wordt te weinig gepraat. We moeten simpelweg vaststellen dat 2021 een jaar was met een zeer hoge uitstoot. En 30 jaar klimaatbeleid heeft gewoonweg geleid tot, jammer genoeg, een toename van de uitstoot met 65%.